Welkom weer terug bij de Survival. In de vorige video hebben we een treinrails op onze muur gemaakt. En daarmee kunnen we nu supergoed controleren wanneer er iemand in de buurt is. Alleen Mick en de Pro blijven maar terugkomen. En daarom, Noob, gaan wij vandaag een geheime bunker maken. Maar dat wordt niet zomaar een geheime bunker. Nee? Wat voor een bunker wordt het dan? Nou, het wordt een bunker waarvan alleen wij weten dat het een nepgeheime bunker is. En als dan straks misschien Mick en de Pro langskomen, gaan ze natuurlijk allemaal vragen van, wat is dat hier? Wat zijn jullie aan het maken? En dan doen we daar gewoon heel erg geheim zinnig over. En wat er gebeurt als zij die bunker ingaan, dan zetten we daar een chest neer. En als ze die openen, dan ontploft de hele bunker en zijn ze dood. Dan ontploft de hele boel. Dat vind ik wel leuk. Ja, dat had je laatst ook bij ons gedaan op je dirt-eiland, hè? Ja. Jongen. Dat was een knalfeestje. Dat was echt een knalfeestje, inderdaad. Maar zullen we gewoon met z'n tweeën hier zo naar beneden hakken? Heb jij ook een schepje? Ik heb een schep. Dit is niet handig, wat je nu doet. Ja, als jij hier... Nee, naar beneden hakken. We gaan hier niet al... Ja, we moeten natuurlijk wel diep zijn, hè? Een bunker zit altijd diep in de grond. Ik ga naar beneden. Want ik zat te denken, als er dadelijk een supergrote explosie komt, dan moeten we daar natuurlijk wel op voorbereid zijn. Oh, Noob, wat doe je nou weer? Ik ben naar beneden. Ja, ik zie het, Ik had het al door. Even kijken. Waar is... Hoe diep moeten we gaan? Ja, ik denk dat je nou wel diep genoeg bent, hoor, Noob. Wow! Dit is meer dan genoeg. Echt diep. Heel goed, hoor, Noob. Lekker bezig. Nou, maak ik hier een... Pickaxe meer. Weet je wat, Noob? Jij mag de pickaxe hebben. Ga jij hier maar even een heel groot, hele grote ruimte uithollen, ja? Dan ga ik even terug naar boven, want ik ben de ladders vergeten. Dat is niet heel erg goed. Oh, nee. Zonder ladder komen we er niet meer uit. Nee, dat klopt. Dat is een beetje dom, inderdaad. Giel, waarom doe je dat nou ook weer? Even kijken, zo. Hoppakee. En we zijn is dat wel boven. Zo handig? Nee, dat is niet zo handig. Nee. Dat was niet handig van mij. Dat is niet verstandig. Oh, Noob. Ik heb nou weer je nummer in mijn hoofd. Yes! Ik weet het nog niet of dat ik dat nummer 1! Nummer... Oké. Nou, je hebt de grootste verwachtingen. Dat is goed om te hebben. Dat is niet erg. Kijk, zo neem dit mee. Hoppakee. En dan ga ik nu gewoon een ladder bouwen. En ga ik het voor elkaar krijgen om dat op deze manier te doen? Oh, nee. Dit ging bijna fout. Naar beneden gevallen jij bijna. Ja, bijna wel, ja. Hoppakee. En dan ga ik gewoon even zo omhoog. En dan plaats ik hier wel even alle ladders die nog niet geplaatst waren. Zo, hoppakee. En lukt het al een beetje met de ruimte uithollen, Noob? Of denk je van, nou, dit is wel heel erg veel werk. Lukt het al? Ik ben hier al wel. Water komt er naar binnen. Dat is niet handig. Nee. Oké, wacht. Weet je wat? Ik heb er iets voor. Oh, echt waar? Plaats hem maar dicht dan. Heel goed. Haha. Noob, mag ik mijn pickaxe weer terug, alsjeblieft? Ik had toch nog een iron pickaxe. Dan pak ik die wel. Maar waarom moest je die van mij hebben dan? Ja, omdat er eentje kapot was gegaan. En toen dacht ik dat ik er geen meer had, maar ik had niet goed gekeken. Natuurlijk had je niet goed gekeken. Maar niet uit. We gaan in ieder geval alles uithollen. Maar ik zou zeggen, help dadelijk even lekker mee. Oké. Want we moeten een heel erg groot stuk uithollen hier. Oké, Noob, dan hakken we gewoon even nog een heel stuk naar beneden. Want ik heb hier ook wat stone bricks bij. En daarmee kunnen we dadelijk... Hallo? Wat? Hallo? Waar ben je? Blijf jij even hier, ja? Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Wat is dit nou weer? Ja, ik kom naar boven, Mick. Wat doen jullie hier? Er is hier helemaal niks te zien. Kunnen jullie alsjeblieft weggaan? Dit is Paarstad, oké? Dit is niet jullie stad. Waar ben je dan? Ik ben gewoon ergens verstopt. Verstopt? Even serieus, waar ben je? Ik ben in je kasteel namelijk. In mijn kasteel? Ja. Jeetje, wat doen jullie daar helemaal dan? Weet je, ik kom er wel even heen. Ah, helemaal. Hoezo ben je zo ver weg van het kasteel? Nee. Ik ben ook in het kasteel op dit moment. Ben je ook in het kasteel? Wat? Ja. Waar ben je? Ja, gewoon in het kasteel. Oké. Ben je ons voor de gek aan het houden? Hallo? Ja, kijk, ik kom nou de poort binnen. Wat doen jullie hier? Wegwezen. Ga weg. Giel, misschien weet je het nog, maar in de vorige video ben ik dood gegaan hier. Ja. Ja, en ik zou vragen of ik mijn spullen terug. Ja, maar die zijn dus allemaal weggegaan, want wij zijn een hele tijd offline geweest. Wij hebben die spullen niet meer. Ja, wel, de nieuwe spullen als opgepakt. Nee, want ik weet nog heel... Ik zag Mick doodgaan en de noobspeler ging met een minecart door al zijn spullen heen en heeft die opgepakt. Jij mag al je spullen terug. Oh, Noob, ik weet niet waar je bent, maar... Ik ben bij je treinstation, want daar Noob, 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 Noob. Oh, hij is hier. Inderdaad, ja, geef de spullen maar terug, Noob.
Oké, okay, hier. En dan meteen wegwezen, alsjeblieft, want ik wil jullie er niet meer zien. Nee. Hoe komen jullie nou van de prijs? Wij kwamen er net vandaan en we zagen jullie niet. Ja, nee. Dat klopt. En dat is. Ik was een rondje aan het maken nog. Maar wij moesten ook heel eerlijk vertellen wat wij allemaal aan het doen waren in de vorige video. Ja, net als dat jullie dat gedaan hebben. Er zijn toch ook dingen die ik niet weet van jullie? Nee, wij zijn gewoon bezig. Wij zijn bezig met een project. Ik heb de vorige video alles verteld. Ja, wij zijn altijd eerlijk. Ja, en wij niet. Oké, nou heb je je spullen weer? Sorry. Oké, leuk. Heb je alles? Doei. Ja, dankjewel voor de spullen. Ja, sorry, ik raakte jou maar één keer en toen ging jij al af. Ja, laten we het niet meer erover wegwezen, hebben. Wegwezen, kom. Hé, hey, ja, blijf uit je chest. Yo. Hey, yo, doei. Goed zo, ja, doei. Wegwezen, dankjewel. Okay. Oh, noobspeler, ben je alweer aan het hakken? Ja, we hebben hier nou best wel een mooie ruimte gemaakt zo. Ja, dat ziet er inderdaad super mooi uit. Je moet alleen niet bij de ducht hakken, want bij de ducht komt er water. Bij de ducht komt er water, wat zeg jij nou weer? Kijk, als je hier... Oh, hier, oh ja, oké, okay. Maak maar dicht, dat was inderdaad geen goed idee, je had gelijk. Maar dat wou ik jou gewoon even laten zien. Oké, nou goed zo. We moeten hier nog wel even een klein stukje uit gaan hakken, maar ook weer niet veel te veel. En ik denk dat het daar wel slim is als ik even de TNT-val maak, voordat jij er dadelijk intrapt, weet je. Dat zie ik zo gebeuren, zeg maar. Of denk je van, nee, ik ben inmiddels zo goed dat ik er niet in trap. Doe jij maar, want anders dan blaas ik dadelijk alles op met ons. Ja, dat denk ik ook. Nou, laten we hier nog even een klein laagje naar beneden hakken zo. Hoppakee. Hoppakee. En dit mag ook eventjes weg. Dan maak ik hier gelijk even wat mooie bricks van. Zo. Bricks. En dan nog wat laddertjes. Zo. En nou, weet je, als jij dat uithakt, dan plaats ik alvast een mooie vloer erin. Zo. En deze hak ook. Oh nee, dat is jouw vloer aan ben ik nou aan het hakken. ben je aan mijn vloer aan het hakken? Ja. Oh, dat is niet handig. Dat zo, is niet handig. Hoppakee. Kijk is eens even. Dat wel zo handig? Nee, Noob, dat is niet zo handig. Auw. Kijk, dit moet ook weg. Zo, hoppakee. Goed zo. Oh, Noob, je bent zo ontzettend goed bezig. Ik heb de laatste tijd veel meer aan jou als je meehelpt. Ik merk dat je beter wordt. Echt top. Zo, hoppakee. Oh, dat was niet. Ja, dat was niet. Behalve die dingen dan. Ik had een sleet gelegd. Hoe heet dat? Een sleet? Een type sleet. Slap. Een slap. Slap is slap. Slap de pap. Zo, en dan heb ik wel genoeg blokken. Ik hoop het maar. Kijk, deze ik heb anders wel blokken hier. Goed zo. Nog meer blokken. Ja, die heb ik van Mick volgens mij nog. Oh, goed zo. Ja, waarom gaf je nou alle spullen terug? Je had gewoon moeten zeggen dat je ze omdat ook ik... Want jij bent de noobspeler. Ze weten dat jij dingen kan kwijtraken. Omdat ik wou... Ja, ik had hem wel afgemaakt, Mick. Maar dat... Ja, had jij Mick gekild dan of zo? Ja, met een pijlenboog. Ik had hem één keer geraakt en toen ging ik gelijk af. En toen pakte ik al zijn spullen, maar dat was eigenlijk niet gelijk de bedoeling. Nee, dat snap ik. Even kijken. Hier heb ik een chest en ik heb een trap chest. Oké, even kijken. Dan zetten we hier even een hele hoop chesten neer zo. Hoppa. Zo. En hier ook nog wat chesten. En Noob, in deze chesten gaan we helemaal niks doen, oké? Hier komt helemaal niks in te zitten. Nee? Nee, hier komt helemaal niks in. Maar er komt hier één chest. Zo. En daar gaan we ook niks in doen. Maar hier komen bordjes op te staan. Als je dadelijk deze chest opent, dan ontploft de hele bunker. Wel? Ja. Maar nu nog niet hoor. Dan moet ik nog even gaan regelen natuurlijk. Hoppakee. En hoe dat we dat gaan regelen is... We gaan heel veel TNT inzetten. Je hebt toch geen aansteker bij of zo, hè? Nee. Oké, dan is het goed. Maar wel kool en een stokje. Kool en een stokje. Oké. Goed zo. Even kijken. Dit gaan we dus helemaal vol plaatsen nu. Met TNT. Oh, dit wordt zo'n grote ontploffing. Ja, weer water inderdaad. Oh nee, water. Even kijken. Hoe gaan we dit nou weer dichtmaken? Zo. Weet je, ik maak het wel gewoon zo. Kijk, hoppa. Dan heb ik hier heel erg veel TNT. En dan... Weet je wat? We gaan gewoon nog... Ik ga hier gewoon even dit doen. Ja, zo. Je moet zo. Wacht. Zo. Ik heb een idee. Doe even mijn boom weg. Als je deze nou ook... Ja, precies. Die rand dat ook we hier nog vol. Even een hele rand vol maken, inderdaad. Noob, je bent de pro-speler vandaag. Ik weet niet wat het is met je, gevallen. Maar... Oh, ben je gevallen? Laat maar. Ja. Ik neem mijn woorden weer terug. Wat gebeurt er als ik de TNT haal? Niet doen. Niet aan de TNT komen, oké? Dat is gewoon, geen goed idee. Dan is daar de hele troll mislukt. Ja, jij bent een troll. Noob, dat is helemaal niet aardig om te zeggen. Maar een hele lieve troll. Nee, oké.
daar kan ik wel mee leven. Een hele lieve troll. Ja. Even kijken. En is dit genoeg? Dit is niet genoeg. Er moet nog meer. Nog meer. Hoppakee. Wow, dit wordt echt een super grote ontploffing dan. Ja, dit wordt echt een mega ontploffing, Noob. Dit wordt echt ziek. Oh, dit wordt wel spannend. Dit wordt echt spannend. Hoppakee. We gaan hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Bap, 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 bap. En dan zetten we dit nog even vol. En ik denk dat ik dit op deze manier eventjes moet doen. Zo. En 1, 2 heb ik er dan nog nodig. En even kijken. Dan kan ik in principe hier nog wel even overal wat TNT neerzetten op deze manier. Zo. En dan zo. En dan zo. En dan zo. Hoppakee. Nu heb ik precies genoeg. En Noob, nu komt het hele moeilijke stukje. Nu gaan we dit helemaal dichtbouwen zo. Bam. Bam. En als ik nu een bepaalde chest erop zet. Ik ga het nog één keer zeggen. Deze chest niet openen. Oké? Okay? Niet openen. Niet openen. Nee, 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 nee. Zeker? Ja, ja, ja. Wil wel proberen of hij werkt. Nee, 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 nee. Dat gaan we dus echt niet doen. Deze zetten we hier neer. Weet je wat, Noob? Anders ga je maar alvast naar boven. Wat dacht je daarvan? Is dat misschien een goeie? Want, ja, sorry. Ik vind je wel heel aardig en zo. Maar oké. Okay. Ik wil niet dat je het zeg maar verpest dadelijk. Want even kijken. Ik zet hier neer speciale spullen. De speciale spullenkist. Als ze deze openen, dan bam! De hele bunker ontploft. Nou, ik heb er super veel zin in. Ik ga ook naar boven. En ik denk, Noob, dat we gewoon even hierboven moeten gaan afwachten totdat ze dadelijk hier de bunker vinden en erin gaan. Wauw. Oké, Noob. Ik denk dat als we hier in deze cave blijven wachten, dat we ze vanzelf wel hier zo onze bunker in gaan zien komen. Of kunnen we misschien beter hier onder de brug zitten? Dat is misschien wel een goeie. Oeh. Ik ga hier onder de brug zitten, Peter. Oké. Ik ga hier ook zitten dan, ja. Even kijken. Dan plaats ik dit nog wel eventjes dicht hier met een deurblokje. En aan deze kant ook. Dicht. En dan kunnen ze, als het goed is, ons niet meer zien. Ja, ja, ja. Dit is een goede plek. Dit is een goede plek. Oké. Dan blijven we hier wachten, oké? Ja, hopelijk komen ze snel ontdekken. Ja, hier is het. Hier is het. Ze zijn er. Oké. Ze zijn er. Ik zie het. Die tunnel waar is het overal. Ja. Ze gaan naar beneden. Tunnel, ze gaan naar beneden. Oh, ja, precies. Oeh. Oké. Zagen me bijna, Noob. Ze zagen me bijna. Oké, ja. Pro-speler. Laten we eerst even kijken in deze chest. Ja. Heb jij hem te openen? Oké, jij opent hem al. Stone bricks. Oh, dat neem ik wel mee. Die kunnen we altijd gebruiken. Oh, ze nemen onze stone bricks mee. Okay, laten we gewoon naar beneden gaan. Misschien is dit een of andere geheime bunker of zo. Nee, blijf wel een beetje stil. Ja, kijk, ze gaan naar beneden. Dit is precies wat we willen. Het is buiten. Oké, wacht, ik ga even. Ik ga hier gewoon even kijken. Weet je, ja, dat is toch zo. Hopelijk open ze hier een chest. Als ze die chest openen. Wow, dit zijn echt mega veel chesten. Oké. Kijk, dit was die speciale spulletjes. Ja, open hem. Open hem. Wacht. Nergens aan zitten. Nee, ik hoorde dus iets van een trap chest. Maar waarschijnlijk zijn dat deze chesten hier achter. Ja. We moeten dat inderdaad. Maak die speciale spulletjes open. Doe het. Ja, een van deze chesten zitten de geheime spullen in. En ik denk dat de andere chesten een val zijn of zo. Ja, inderdaad. Oké, we moeten even logisch naar en denken. Ziet er een chest, zeg maar. Oké, ik ga gewoon één openen. Oké, deze zit niks in. Oké. Deze ook dit. Stop. Oké, ik ben voor niet, ja. Ze zijn die normale chesten aan het openen. Oh, ze gaan al sowieso ook die speciale spulletjes openen. Ja. Er zit helemaal niks in. Er zit hier ook niks in. Wat is dit nou? Oh, gaat het ontploffen? Dit staat echt net. Ja. Let's go. Wow. Oh, nee. Wilden jullie nou echt onze hele bunker leegstelen? Oh, Geel, even serieus. Wojo, er staan zoveel skeletons hier. Wow, jullie hebben een hele cave gemaakt hier, jongens. Ja, dat meen je niet. Ben je ook dood, bro? Ja. Oh, nee. Ik ga eens even wat spullen zoeken hier zo. Hey, bedankt voor de spullen, jongens. Doei, doei. Ja, Geel, ja, je hebt ons te pakken. Klik hier als je wilt zien waar Mick en de pro allemaal mee bezig zijn. En klik hier om te zien waar de noobspeler mee bezig is op zijn dirt-eiland. Vergeet ook zeker niet even te abonneren en dan zeg ik nog maar één ding. En dat is later.